Alle andere opmerkingen overschrijden het niveau van de achterklap en de toogpraat niet. Voorzitter, wat het telefoonverkeer tussen mij en mijn kabinet en de eigenaar betreft, kan ik u meedelen dat een lid van mijn delegatie ter plaatse de eigenaar van de zaak heeft geïnformeerd over de inhoud van de blog en wat de pers hierover had gepubliceerd. Ik voeg er uitdrukkelijk aan toe dat nog ik, nog het lid van mijn delegatie, dat de eigenaar heeft gebeld, gevraagd hebben of zelfs maar een insinuatie hebben gemaakt over een ontslag van de auteur van de blog die van Nederlandse nationaliteit is. Ik herhaal het, die van Nederlandse nationaliteit is. Een ontslag is altijd een kwestie tussen werkgever en werknemer waar ik niet intussen kom en waar ik niet wens intussen te komen. Voorzitter, ik rond af. Ik wil van deze gelegenheid en van dit non-event gebruik maken om een gevaarlijk fenomeen in onze maatschappij te signaleren. We leven in een tijdsgeest waarin het iedereen vrijstaat naar goeddunken en zonder enige verantwoordelijkheid op blogs te gaan posten. Dit overstijgt zelfs het moddergooien. En samen met u, voorzitter, andere collega's uit het parlement en collega's uit de regering, stel ik vast dat het bijna onmogelijk is om zich daartegen te verdedigen. Iedereen van u, collega's, voorzitter, collega's uit het parlement en collega's uit de regering, is een potentieel slachtoffer. En ik vraag u af dat we ons daar allen zouden over bezinnen. Dank u, voorzitter.